Oké, hey, hallo allemaal, welkom bij Star Wars The Old Republic. Dit is Rose Droid Cartel, daar gaan we beginnen. Mission Console. Ook Shadow Raven. Your class story first. Oké, wat ik net heb geactiveerd is Rise of the Third Cartel, chapter 4. Het zou echt een goed target zijn. The Mandalorian. Good. Darth Tormund credits you with the execution of the Supreme Chancellor. I am Darth Maar of the Dark Council. I would retain your services. Darth Maar, make me an offer. Put aside your contracts hunting smugglers and thieves. A more pressing situation has arisen. We will rendezvous in the McKeb system on the edge of Hutt space. No one must know. Take any precautions required for secrecy. All right, the McKeb system. But no promises, Maar. I expect none. Well, direct uit de Maar. Dat schip ook gewoon, holy shit. Macap. Nou, dat leuk. Voor degene die thuis nog maar heeft, ik heb de microfoon weer eventjes van 65 en 60 gehaald, dus... Ik hoop dat het wat is. Ik hoop dat het beter is dan de andere keer. De andere keer weet ik dat het best wel overlovend hard was. En dat zelfs droog komt, zoals nu. Maar ook dat het gewoon geluid gewoon niet meer helder was. Dat merkte ik ook terwijl ik aan het terugluisteren was. Prelude, right door het kartel. Begin daar met XP. Wow, it's so quiet here. I'm picking up next to nothing on my link. What I do get is so heavily encrypted, I think I gained... Darth Maar sent for me. Has he arrived? He is on his way. Please follow me. Chapel Philiginus, en route to docking bay 8. Non-essential personnel must clear the area. Oké. Okay. Komt goed. Tell no one of this meeting, Hunter. You are about to hear a truth that very few are aware of. The Empire is losing this war. Barring the unexpected or the miraculous, our total defeat will occur within the year. You won on Corellia, Inillum. I was there. You should be stronger than ever. Our victories were glorious, but infighting among the Sith has taken its toll. Power plays have diminished the Dark Council.
The Republic stands united while we bicker amongst ourselves. Our last chance, our only chance, is far from the front lines. The planet Makeb is the secret to victory, and its responsibility is yours. An unaligned colony world on the edge of Hutt space. Why does it matter? And why now? Makeb grew rich from mining and trade, becoming a neutral paradise for wealthy Cretans. It escaped the war due to its tactical insignificance. But now the Hutt cartel has seized Makeb for itself. The Hutts believe that with our imminent defeat, the time has come to chase glory. The Hutts are ambitious, but they're not militant. What's the cartel thinking? The Hutts had an empire long ago. Many dream of its return. The Hutts chose Makeb not for its wealth, but for a substance called Isotope 5, a mineral capable of twisting gravity and electromagnetic fields. The Hutts have kept it a secret, but 1 gram could provide a near-infinite power source. Isotope 5 could remake the Hutts into a force to rival the Republic. The Hutts find Isotope 5, we take it from them, and the Empire gains a new weapon. Yes, but the obstacles are many. Despite the efforts of the Hutts' mercenaries, Makeb's leaders are requesting aid from the Republic, and the planet is on the verge of chaos. You must steal the Hutt stockpile of Isotope 5 under cover of the conflict. Stealth is paramount. If the Hutts and Republic realize your intent, they will deploy overwhelming force. Stealing from the Hutt cartel earns you a galactic death mark. I'm in. You will have a limited support team, specialists capable of performing their duty and willing to serve you unto death. But in short, you will be alone on a hostile world. With our lines crumbling, we cannot mount a full-scale invasion. My lord, you're needed with the Cardoban fleet. There is a cloaked shuttle waiting to deliver you to the surface. You may establish an uplink to your team once you land. Ja, maar ik ga niet hun team gebruiken, mij alleen. Be wary and move with subtlety. If you fail, the Empire's last stand will be over before it begins. Logisch. Maar ik neem alleen mijn eigen team. Zo simpel is het. Ik moet wel zeggen dat ik hier wat XP voor krijg en wat geld, terwijl ik helemaal niks hoef te doen. Alleen even het gesprek aangaan en that's all. Ja, moet ik hebben. You're the bounty hunter. I've seen your authorization. Sergeant Defane, 21st Starfighter Division. Flew sorties at the battles of Coruscant and Ilum, decorated for both. Never thought I'd be in Hutt space while the Republic's chasing our fleet. Whatever we're after here, I hope it's worth it. We're risking everything today. If it's not enough, the Empire falls. My life for the Emperor. I should warn you, the flight's going to be rough. Atmospheric energy charge makes landing anything larger than a shuttle impossible. Our girl here's the right size, but she's built for stealth, not grit. Hold on tight. Kan ook. Zolang ik er maar kom, dat vind ik het belangrijkste. Oké, gaan we voor hetzelfde. Dank je jou gebruiken, Shuttle Beacon. Oh, oké. Okay. Gewoon even de hele wrak uit elkaar trekken. Communication uplink.
Jesus. Took like a direct. This is orbital support to ground. Repeat, support team to ground. Codes verified. I don't know who you are, and with the huts trying to listen in, I don't want to. Just tell me your condition. We're ready to move out. What is the plan, support team? Top priority is to establish a corridor on and off-world. My team needs access planet-side, and you need an exfiltration route. Shuttle flights are unreliable, but Makeb has gravity hooks for slow-speed cargo transport. Ground-to-atmosphere turbo lifts, ready for capture. Gravity hooks. If we want to take and hold one, we'll need one that's isolated. We can't draw attention. Your assessment? Sending coordinates of a recommended site now. Opposition will be heavy. When the Huts took Makeb, they paid off the planet's defense force. Veteran mercenary band called the Interstellar Regulators. But sweep the bunkers around Gravity Hook 7, and you can wipe out the mercenaries and signal the all clear. Then hit the Gravity Hook itself, fast and quiet. Mercenaries who change size at the first sign of credits are thugs. I'm a professional. I bet you are. I'll stay online, but until we're planet-side, comms will be patchy. And there's one other thing. Watch out for ground quakes. A couple of tremors hit the planet recently, and you don't want to get swallowed whole. Yeah, sure. Deze wand is wel degelijk gemakkelijk. Hoofddoor kunnen in één keer door. Ik ga gewoon direct door. Hier is alles goed, en dat is dus wat faalde zijn. Bonus. Defeat the forces. Oké. Okay. Is niet moeilijk. Dit zijn letterlijk de makkelijkste wanden die ik tot nu toe heb gezien. Die ik tijd heb gezien zelfs. Dan zeg ik het wel goed hierop dus. Kijk eens aan. Direct loot en al. Ik zal als eerst even voor de antwoord wat ik nodig heb. We moeten het hier binnen ook nog even aan gaan zitten. Deze locatie is secure, dus die gaan sowieso. Er zijn sowieso mensen. Wat is de mistake we doen?
Oké, defensive data ga ik ook gewoon doen in één keer. Tuurlijk, het is geen probleem, want daar naartoe gaan. Als ik daar naartoe ga, dan ga ik ervoor zorgen dat ik nog wat meer XP krijg. Nou, ik juist heel erg blij me als ik dat kan. Kijk eens aan, dat is... Oeh, dat is loot, ik heb er niks aan heb. Nou, maakt niet uit. Het is loot, daar gaat het mij om. Deze zijn we blijkbaar in de buurt genoeg om echt als vader gezien te... Oh ja. Alles wat je dan weet in de buurt zit, is gewoon vader. Alles loopt gewoon mee voor die bonus. Daar ben ik echt het meest blij mee. Dat betekent alleen maar dat ik gewoon veel meer tijd moet aan af te maken. Even kijken, ik had iets nodig hier. Ah, hier. Kom op, regulator, ga eens neer. Dat maakt mijn job zoveel makkelijker. Oké, de database ga ik ook nog in moeten dus. Nou, komt ook wel goed. Zover is het niet. Het kan trouwens best zijn dat het personage dat ik hierna ga maken met een hele andere karakter. Waarmee ik nog een keer heel veel aan ga doen, maar in die stand van het tegenovergestelde groep als waar ik nu ben. Dus een smurkelaar boven gezegd. Het wordt een vrouwelijk personage. Ik heb er echt wel zoals een complete naam voor. Nou, zien we zijn met de verhalen, ik word een compleet nieuw verhaal bezig. Het is een beetje spin-off verhaal deze keer. Maar het is wel nog altijd zo wel. Het valt in hetzelfde universum. Het heeft uiteindelijk ook nog altijd dezelfde kijkers erin zitten. Tenminste. Het heeft een paar van dezelfde personages er nog in zitten. Maar het belangrijkste is dat hij. Dat hij dus ook compleet een nieuw hoofdpersonage gebruikt. En dat personage ga ik dus gebruiken voor. Het volgende karakter wat ik voor deze ga gebruiken. Dus voor de smuggler. Dan gaat dat personage worden, want dat is sowieso een, heeft die een naam die nooit gebruikt wordt. Ik zag het ook leuk worden. En de naam van die persoon is Kiara. Dus K-Y-R... Nee, K-Y-A-R-A. Zou het ook wel een leuke worden. Nou, het zou origineel een soort punt Italiaans personage zijn, heb ik overgezegd.
Daar is wel een klein beetje aan geschreven. Oh, er is een klein beetje veel aan geschreven. Het is meer dan dat ik standaard doe. Het is een verhaal dat ik deze keer in mijn eentje doe. Oh god. Dat is eigenlijk best wel redelijk aangewerkt. Dan wordt het einde nog maar leuker. Wat voor soort verhaal dat is er? Ga ik dan allemaal niet spelen. Dat is gewoon een beetje te vroeg voor. Ja, voor echt te spoilen, dat komt later pas. Goed gedaan, Meike. Je hebt goed gewerkt. Er loopt hier een enkel gozietje. Ik moet gewoon even naar het gebied toe lopen, dat is het enige. Dat zijn de missies die ik dan wel gewoon in één keer doe buiten de hoofdlijn om. Dit is geen bonus. Lore object. Dat is ook nogal belangrijk. Dat betekent voor mij basically gewoon XP. Ik heb best wel weinig. Ik heb 108 XP maar gekregen. Ik maak ook steeds me af te vragen waarom ik deze locatie zo nog goed ken. Maar ik heb natuurlijk tijdens de livestreams al een klein beetje gedaan van Wrath of the Third Cartel van een ander karakter. Ik moet zeggen, al direct is de verhaallijn heel anders. En dat is echt gewoon een persoonlijke verhaallijn weer in plaats van dat één universele is die voor je personage gebruikt wordt. Een universele heb je ook, dat heb je bijvoorbeeld bij degene die er nu is. De laatste. Maar van op het moment dat dit gebeurd zou worden, voor mij wel een hoofdstuk 12 zou zijn. Of een hoofdstuk 16 bedoel ik. Op het moment dat dit opgenomen wordt, nog steeds niet. Het is letterlijk één dag na de vorige opname. Trouwens, ik zit een paar minuten voor het einde, want Wrath of the Third Cartel gaat ook iets anders zijn qua opname. Die gaat, iets anders zijn. Het gaat een beetje, kost het er even iets kleiner, aangezien ik gewoon even wat minder tijd te gaan besteden, aangezien dit niet het persoonlijke verhaal van mijn gozer is. Niet 100%, het komt een beetje na alles. Eigenlijk zitten ze eigenlijk wel over de tijd heen. Dan ging deze dus, volgens mij had ik voor deze in gedachten dat ik dit 20 minuten per se willen halen. Of willen houden. Burials. Dus ik ben voor het kijken en dan gaat tot de volgende keer.